Nou, even kijken. Emma, ben je nou al wakker? Ja, ik ben al wakker, mam. Oké, kom op, we moeten naar het kinderdagverblijf. Oh ja, dan moet ik natuurlijk nog weer heen. Nou, even kijken. Ik ben al klaar, mam. Hey, oh, Hanna, moet jij niet nog naar school? Oh, nou ja, ik ga even naar het toilet. Zo, nou, Emma, ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Oké, hier heb je een donut en wat drinken. Oh ja, dankjewel. Dan kan ik dit snel opeten. Wauw, zo lekker. Zo, even kijken. Wauw, dankjewel, mam. Zo, nou, dat is heel lekker. Nou, Emma, laten we dan snel maar gaan. Zo, nou, laat ik even kijken. Laten we gaan. Ja, ik ben klaar. Oké, nou, Emma, ik hoop dat je veel plezier hebt vandaag. Dank je, mam. Oh ja, hallo, mevrouw Vogel. Ik zal goed voor Emma zorgen vandaag. Oké, is goed, dan ga ik er vandoor. Nou, Brigitte, mag ik in het ballenbad? Ja, natuurlijk mag ik in het ballenbad. Ga maar. Oh, wauw, oké. Zo, nou, dankjewel, Brigitte. Ik ga snel het ballenbad in. Nou, je hoeft niet zo dankbaar te zijn, hoor. Oké, nou, dan ga ik. Zo, nou, ik ga hierin. Nou, ik wou dat we meer ruimte hadden. Ja, inderdaad, het is hier wel erg krap, hè? Ja, inderdaad, best wel. Even kijken, nou, kan ik misschien hier zitten? Ja, het is best wel krap inderdaad, Emma. We hadden een beter, groter ballenbak nodig. Ja, ik kan ook hier gaan zitten. En zo, laat ik even kijken. Misschien kunnen we wat plek creëren hier. Nou ja, ik vind dit ook wel goed hoor. Zo, nou, ja, misschien kan dat inderdaad. Zo, nou, laat ik even kijken. Misschien kunnen we iets groters regelen. Zo, nou, laten we even zien. Ja, misschien kan ik aan mijn oom vragen of hij wat kan meenemen. Ja, dat kan, misschien inderdaad. Ja, Brigitte, Brigitte, mag ik wat vragen? Wat is er, Emma? Nou, ik ga een grotere ballenbak voor ons regelen. Nou, dit is wel leuk. Kijk, er zijn heel veel dingen hier, maar er niet genoeg. Zo, nou, misschien kan ik iets anders regelen dan. Ik ga gelijk mijn oom bellen. Ja, nou, dat is een goed idee. Ach man, maar het gaat zo lang duren voordat het hier is. Nou, daar zijn we dan. Oh, wauw, ik ben blij dat jullie zijn gekomen. Nou, even kijken, wat kunnen we regelen? Zo, even dit weghalen. Zo, oh, wacht, pas op. Zo, nou, even hier. Zo, nou, even kijken. Zo, we hebben hier een grote ballenbak. Ja, inderdaad. Kijk eens. Wauw, kijk eens. Wat een grote ballenbak. Hier past iedereen in. Dit is veel groter en veel beter.
Ja, inderdaad. Zoveel beter. Dankjewel, Emma. Gaat alles goed, Emma? Emma, hè? Was dat een droom? Oh nee, het was dus een droom. Nou ja, ze is waarschijnlijk aan het slapen. Nou ja, dan maak ik haar zo wakker. Zo, wauw. Het doet dus zoveel pijn nog in mijn been. Ik hoop dat. Ja, dat vind ik ook wel gek dat het zo lang duurt. Ik hoop dat je wel een tijdje sneller beter wordt. Wacht eens even, wie belt daar nou aan? Even kijken, wie is dat nou? Oh, hallo. Ik ben hier voor Hanna. Ik ben van de modeles. Modeles? Ik herinner me dat niet meer. Wacht even hoor, ik haal Hanna erbij. Huh? Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Hey Hanna, we zouden toch nog naar. Oh ja, klopt. Ik zal nog naar je toe komen voor de modeles. Ja, precies. Oh mijn god, wat is er nou met je been gebeurd? Oh, dat is al een tijd geleden gebeurd hoor. Wat gewoon een ongelukje. Wilt u misschien wat drinken, wat water? Oh, dank u wel. Ja, ik ben wel van ver gekomen en ik dacht dat we de modeles nu konden doen. Hanna, kan je misschien met mij meekomen naar mijn kantoor? Dat lijkt me een goed idee, maar ik kan zo niet ver lopen. Maar het zou wel leuk zijn, eindelijk het huis een beetje uit. Ja, precies, je bent al lang niet meer gekomen en ik wil wel graag verder gaan met ons project. Nou ja, laat maar weten. Nou, ik denk dat het een goed idee is. Ik zal langskomen. Is goed, nou dan zie ik je zo. Oh wauw, nou tenminste weer eens wat te doen. Zo, nou pap, ik ga me even klaarmaken. Nou, even kijken, ik moet nog wel even wat dingen ontwerpen. Ik was het helemaal vergeten. Hey Hanna, mag ik zien wat je aan het ontwerpen bent? Julian, laat me met rust, ik ben hier bezig. Ja, mag ik niet eens kijken? Ik wil ook weten wat je aan het doen bent. Ach man, ik kan ook geen eens rust vinden hier. Ach, nou ja, ik volg er wel naar de les. Ik heb ook niks te doen. Hè, jongens, hadden jullie nou ruzie of zo? Ik hoorde jullie helemaal vanaf beneden. Voilà. Oh, wauw, wat een mooi ontwerp. Ziet er heel goed uit. Ik zou er zeker aan verder werken. Vind je, pap? Dan laat ik het wel straks aan haar zien. Ja, is een goed idee. Dan breng ik je zo ook wel. Je kan niet zo ver komen met krukken. Wauw, het ziet er heel anders uit dan de vorige keer. Ik neem aan dat ze ook meer klanten heeft nu, of niet? Oh, Hanna, daar ben je. Dan kunnen we eigenlijk verder met de modeles. Oh, wauw. Wat een grote winkel. Hier verveel ik me wel niet. Ja, Julian, maar niks aanraken. En ik weet niet hoeveel je weet van mode, hoor. Ja, nou ja, dat maakt toch niet uit. Ik moet toch ook mijn tijd een beetje doorbrengen. Ja, klopt, maar gewoon geen probleem veroorzaken, alsjeblieft. Nou, Julian, laten we hem ook maar samen rondkijken. En inderdaad, geen probleem veroorzaken, geen grappen uithalen. Oké, nou, we kunnen nu verder met de les. Maar wat moet ik dan doen? Moet ik hier gewoon stilstaan of zo? Nee, ik heb ook een rol voor jou hoor. Als jij wilt wil doen, kunnen we dat snel regelen.
Zo, dan hebben we hier de eerste outfit. Wat is dit nou? Het ziet er toch niet uit? Nou, dan kunnen we het even beoordelen. Dit is een project van iemand anders en dan kan je misschien wat inspiratie opdoen. Misschien vind je het wel leuk en misschien heb je dan wat meer ideeën voor de winter. Dat is een goed idee. En dan kan Julian ook even meedoen. Ja, kom op, zeg jongens, dit is toch niet leuk? Dit ziet er toch helemaal niet leuk uit? Wauw, ik vind het wel heel goed eruit zien. Het is veel te dik, ik kan amper bewegen. Ja, nee, hier ga ik echt niet mee rondlopen in de winter. Ik wil mijn oude kleding terug. Ach, Julian, probeer eens wat nieuws. Het ziet er hartstikke leuk uit. Ja, dat vind ik ook. Misschien moeten we de outfit gewoon kopen. Ja, nee, dat vind ik niet hoor. Ik vind het helemaal niet leuk. Nou ja, Julian, het is toch een leuke outfit. Ik vind het er gewoon goed uitzien hoor. Ik snap niet waarom je het zoveel klaagt. Zo, nou even kijken. Dit is toch eigenlijk best wel leuk. We kunnen hier een toren bouwen, jongens. Nou ja, we willen liever met de bal spelen, Emma. Ja, maar kijk, dat is toch leuk? Dat kunnen we samen doen. Ja, maar Emma, is dat wel een goed idee? Ja, natuurlijk is dat een goed idee. Maak je maar geen zorgen. Oké, laat ik even kijken. Zo, nou wacht, even kijken. Ja, hoe gaan we dit nou in elkaar zetten? Nou, even kijken, we kunnen hier omhoog. Misschien kunnen we dit gebruiken. Zo, even kijken. Ach man, het is zo stom. Hoe doen we dit? Nou, we moeten even goed kijken. Hoe kunnen we dit inderdaad doen? Zo, even kijken. Waar kan ik dit nou? Ach, ik wil iets leuks doen. Oh, even kijken, waar kan ik even. Ja, jongens, wat kunnen we inderdaad doen? Even kijken, we kunnen hier opklimmen. Zo, even kijken. Als ik het zo doe. Zo. Even kijken. Zo. Pas op, hè, Emma. Ja, ik pas zeker op. Oh, wacht, Emma, pas op, hè. Oh, man, even kijken. Oh, jongens, wat gebeurt er daar nou? Wacht, de shit komt eraan. Oh, wacht, dan moet ik omlaag. Zo, even kijken. Hè, wat is dat nou? Hè, nou, wij hebben niks gedaan. Ja, inderdaad, wij weten van niks, toch?
Huh? Nou, dat komt toch niet zomaar zelf daar komen staan? Jongens, we komen echt diep in de problemen als we het toegeven. Huh? Jongens, kom op nou. Het valt bijna om. Nou, kom op zeg. Ja, we ruimen het zo wel op. Ja, wat jammer. Dat moeten we allemaal doen vanwege Emma. We hadden het niet moeten doen. Ja, ik dacht al dat het gevaarlijk was. Oh, even kijken. Nou, jongens, jullie kunnen dat toch niet zomaar doen? Ja, nou, oké, laten we maar iets anders spelen dan. Oh, kijk, er zit hier zoveel snoep. Oh, dat wil ik allemaal opeten. Oh, dat kan ik ook wel doen. Wat is er? Waar is Emma nou? Ik heb geen idee, ze is weggegaan. Oh ja, waar is ze inderdaad? Oh ja, ik heb ook geen idee, waar is ze? Hè? Emma? Emma? Hè? Is Emma nou hier? Emma, waar ben je nou? Hè? Emma, wat ben jij daar nou aan het doen? Ach man, ik heb te veel snoep gegeten met tandpijn. Wat gebeurt er nou? Haar tand zit niet los of zo? Hè? Ja, inderdaad, wat is daar nou aan de hand? Oh, mijn tand, het doet zo pijn. Ik at iets en nu doet hij pijn. Zit haar tand nou los of zo? Oh mijn god, wat moeten we doen? Volgens mij gaat haar tand eruit vallen of. Ja, ik weet niet. Is hier niet al uitgevallen? Ja, ik heb geen idee. Het doet zoveel pijn. Al moet ik het eruit trekken of wat moet ik nou doen? Oh, jongens, we moeten de tandarts bellen. Dit is niet goed. Ja, inderdaad. Maar volgens mij valt er tand er gewoon natuurlijk uit. Ja, ik heb geen idee. Ik vind het best wel eng. Zo, nou eens even kijken. Ja, de tand zit gewoon los. Hij ziet er bijna uitvallen. Je moet hem er zelf uittrekken. Uittrekken? Maar hoe doe ik dat dan? Ja, hoe doet ze dat inderdaad? Nee, ik heb ook geen idee. Hoe zou ze dat nou doen? Oh, laten we even kijken. Ik kan haar helpen. Ja, nou, inderdaad, help me alsjeblieft. Ik moet mijn tand eruit trekken. Nou, zo makkelijk. Probeer het zelf eens. Oh, wauw. Nou, volgens mij is mijn tand eruit. Heb ik eindelijk nu bezoek nu van tanden? Oh, dat was het dus, gewoon een wisseltand. Nou ja, het is wel eng. Ik kan niet zomaar iets laten doen bij haar. Oh, maar ik ben zo blij. Ik heb nu eigenlijk een tand die eruit gaat. Ja, inderdaad. Dat is echt super cool. Ik wil dat ook. Wauw, ze heeft eindelijk een losse tand. Zo, nou jongens, daar zijn we dan allemaal. We hebben vandaag de les, toch? De wiskundeles. Ja, en hoe gaat het met jou, Julian? Het was zo stom dat Mario dat had gedaan. Het spijt me heel erg. Ja, het is niet erg. Gelukkig is hij hier niet. En gelukkig heeft hij huisarrest. Ja, wauw, het zou echt stom zijn om Mario als broer te hebben. Ja, nou ja, jongens, het is allemaal over, dus maak je geen zorgen. Huh? Julian, wat doe jij nou hier? Hè? Waar ben ik? Ben ik nou op de basisschool? Waarom ben ik hierheen gelopen? Ach, Emma, ga nou, Hanna, ga nou weg. Wat doe je hier nou? Waarom ben je hier? Hè? Wat doet Hanna hier? Nou ja, ik zou Hanna veel leuker vinden dan Mario's zus. Hanna, ga nou weg. Waarom ben je hier? Hè? Hanna, oh ja, je moet hier vandaag zijn. Je moet weer wiskundeles opnieuw doen.
Oh, hallo, meneer Tjurli. Huh? Wiskundeles, bedoelt u de rekenles die ik opnieuw moet doen? Ja, je had zo slecht gescoord op die wiskundeles op school dat je weer terug moest naar basisschool rekenen. Huh? Dat wist ik helemaal niet. Hoezo moet ik weer terug? Nou, Julian, Hanna, jullie zitten vandaag bij elkaar in de klas. Wat? Bij Hanna in de klas? Dat wil ik echt niet. Nou ja, jullie moeten maar mee leren leven. Ze moeten hier wel een paar weekjes blijven. Een paar weekjes? Hoe slecht heb ik het gedaan? Nou jongens, laten we alvast naar binnen gaan. De les gaat zo beginnen. Huh? Ik kan het niet geloven. Hanna, wat heb je nou gedaan? Ik weet het ook niet. Waarom ben ik hier ineens? Nou ja, Hanna, in ieder geval ben ik blij dat jij er bent. Nu heb ik ook iemand om mee om te gaan. Oh man, ik kan niet geloven dat ik weer naar de eerste klas moet. Zo, nou, Hanna, je gaat sowieso niet naast mij zitten. Ach, dat wil ik echt niet. Waarom is er vandaag? Hallo mevrouw Tjurlich, ik moet hier weer les volgen. Oh ja, dat had je inderdaad verteld, hè? Nou ja, Hanna, ga maar zitten. Ga maar naast Julian zitten, dat is een goed idee. Ach man, nee, waarom moet ze nou precies naast mij? Oh man, ik vraag me af of alles vandaag goed komt met Hanna en Julian. Zo, nou Julian, ga gewoon zitten. Je zus komt naast je zitten. Ach man, dat wil ik echt niet. Julian, je hoeft niet zo boos te worden. Ik kan je heus wel helpen met een paar dingen. Ja, maar dit is zo stom. Je gaat alles zeker ook doorvertellen aan mam. Nou jongens, dan gaan we beginnen met de eerste les. We gaan met rekenen beginnen. Zo, wie weet het antwoord op deze vraag? Oh, dat weet ik wel hoor. Nee, ik ga het invullen. Ik weet het beter dan jou. Nou, ik weet het antwoord, mevrouw. Ik ga het invullen. Oh, nou, Julian, ga jij het dan maar invullen? Hanna, jij mag zo. Oké, laten we zien. Wat is er aan de hand? Julian, dat klopt niet. Dat antwoord is fout. Nee, het klopt wel. Kijk. Nee, dat klopt helemaal niet, Julian. Je doet het verkeerd. Nee, ik heb het gewoon juist gedaan. Klopt het echt? Is het wel echt goed? Ja, het klopt gewoon. Hanna, je bent slechter in wiskunde dan ik dacht. En in rekenen ook. Oh, wauw, nee, ze beginnen nu ruzie te krijgen. Ik hoop niet dat het uit de hand gaat lopen. Jongens, kalmeer. En ga gewoon rustig zitten. Ja, Julian, waarom doe je nou zo bedweterig? Ja, ik doe niet bedweterig. Ik weet het gewoon beter. Oh nee, ze gaan vechten of niet? Julian, ga van me af. Jongens, uit elkaar. Geen ruzie maken. Je moet even rustig aandoen. Wacht, dit moet een droom zijn, toch? Dit is toch een droom? Wat? Wat? Oh, het was toch wel een droom? Hanna, schiet op, je moet naar school. Oh man, gelukkig. Ik zit toch niet bij Julian op de basisschool, hè, man? Ach, gelukkig, het was maar een droom. Oké, dan kan ik nu gewoon rustig naar school. Ik heb geen idee waar je het over hebt, Hanna, maar je komt zo te laat. Oké, Pia, nou, ik hoop dat er niks fout is gegaan op school. Hé, Pia, ik had zo'n rare droom vandaag. Een rare droom? Heeft het met Filip of met Dave te maken? Nee, waarom zou het met Filip of met Dave te maken hebben? Nou ja, geen idee. Al je dromen gaan over hun. Oh
Oh man, ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Dat is toch wel terug naar de basisschool. Zo jongens, ik heb de resultaten van de toets en iedereen heeft het goed gedaan, maar iemand op de eerste rij, die heeft het niet zo goed gedaan. Oh man, iemand op de eerste rij, ben ik dat? Zo, ik ga de toetsen nu uitdelen. Oh man, ik hoop niet dat ik het ben. Zo, hier is die van jou, Becky. En hier die van jou, Hanna. Goed cijfer weer. He, ik heb het dus wel goed gedaan. Ach, het was gelukkig maar een nachtmerrie. Nou, Ronja, je hebt het heel slecht gedaan. Ik denk dat je weer terug naar de basisschool moet, hoor. Ach man, ik kan niet geloven dat ik het weer verkeerd heb gedaan. Wat moet ik nou doen? Nou jongens, dat was het dan. Goed gedaan en we gaan verder met de volgende lessen. Oh man, ik was zo bang. Ik dacht echt dat ik weer terug moest naar de basisschool. Die doet het zo moeilijk. Zo, waar kan ik naartoe? Misschien kan ik wat met Dave doen. Laat ik hem maar eens bellen. Ik voel me zo verveeld. Hey Dave. Oh, je bent al met je ouders op pad? Oh, oké. Okay. Nee, ik vroeg me gewoon af of je wou afspreken. Ja, is goed. Doei dan. Nou ja, er is niemand die wat kan doen. Volgens mij is Pia ook bezig, dus dat gaat niet lukken. Hey, Hanna, is er iets? Waarom ga je niet ergens naartoe? Het weekend? Ja, klopt, pap. Alleen er is niks te doen en niemand kan wat doen. Ja, nou ja, weet je, het is oké. Ik ga wel bij het zwembad zitten. Nou, zo. Nou, dit is tenminste iets. Er is ook veel weinig te doen. Nou, laat ik even het zwembad inspringen. Julian, pas op, daar zit mijn kruk. Zo, nou, oh, wauw, ik ben er overheen gestruikeld. Oh, sorry, Julian, dat was mijn fout. Ik had het niet eens gezien. Ach man, ik zag het te laat, sorry. Ach, het is geen probleem, het is oké. Zo, nou, kan ik lekker in het zwembad zitten? Ach man, laat maar. Hanna, ga je niet iets doen vandaag? Nee, ik ben gewoon aan het zwembad. Er is niks leuks te doen. Ik heb geen zin om iets anders te doen. Even kijken. Laat ik mijn krukken maar hier zetten. Hey, Hanna, volgens mij gaat de telefoon voor je. Huh? Telefoon voor mij? Wie is het dan? Nou, kijk, het is Philip. Hij is hier gekomen met wat bloemen en een film. Hey, Philip, dankjewel. Oh, waarom heb je dat gebracht? Oh, ik dacht dat ik je gewoon zou komen opvrolijken. Ik dacht dat je waarschijnlijk niks te doen had. Zo, nou, ik ga wel naar boven. Er is toch niks te doen hier. Oh, hè? Wat is Julian daar nou aan het doen? Oh, hey Filip, wat doe jij nou? Ik had niet verwacht jou hier te zien. Ja, ik kom voor Hanna. Misschien kunnen we straks Minecraft spelen. Ja, nou, dat is een goed idee. Laten we dat maar doen. Nou ja, ik vraag me af wat ze nu gaan doen dan. Ja, nou, Hanna, zullen we de film kijken? Ja, dat is een goed idee. Ga nu maar lekker wat leuks doen. Oh, nou, dankjewel, Filip. Dat had ik niet verwacht. Ja, nou, ik dacht dat het gewoon een leuk idee zou zijn. Ja, nou, kijk, ik heb hier dus een leuke paardenfilm voor je. Misschien kunnen we het kijken en ook wat lekkers eten.
Ach man, ik verveel me zo erg ook. Er is ook niks leuk te doen. Ja, misschien kunnen we dat kijken en wat popcorn eten. Ja, nou is goed, laten we dat maar doen. Ja, nou, goed idee. Het is wel jammer dat er niet meer mensen zijn. Ja, inderdaad. Ik hoor dat je vaak alleen thuis bent, of niet? Ja, de laatste tijd wel. Er is niet zoveel dat ik kan doen. Hey, is Hanna er? Sorry, ik had haar net aan de telefoon en zei dat ze zich heel erg verveelde. Ja, nou, ze is boven, maar ze is al met Fide. Fide, wat is hier nou? Oh ja, nou, ze zijn boven een film aan het kijken en had bloemen voor haar gebracht. Wat? Ja, ze zitten boven. Je kan gewoon gaan kijken als je wilt. Nou, dankjewel. Ik ga even snel naar boven. Ja, nou, ik hoop dat er geen probleem is. Maar ik ben ook een beetje boos. Ik moet maar snel naar boven gaan. Ik kan het niet geloven. Nou ja, is goed. Ik zie je later wel, denk ik. Julian, had hij nog iets gezegd? Dat hij het raar had gedaan? Of? Dat niet hoor, maar ze zit gewoon een film te kijken. Dus ik denk niet dat er iets aan de hand is hoor. Oh, nou ja, ik ga gelijk boven kijken. Dankjewel. Ja, geen probleem. Ik denk niet dat er iets is om je zorgen over te maken hoor. Ach man, wat is dit nou? Hanna? Hey, Dave. Oh, je bent er. Ik kan niet geloven dat je bent gekomen. Hey, Dave. Ik ben hier om Hanna wat gezelschap te houden. Oh, nou, dit is perfect. Hey, Dave. Ik ben blij dat je er bent. Ik ben echt heel blij te zien. Oh man, nou, het is alsof ik er niet eens meer ben. Nou, maar wat doet Philip hier nou? Waarom is hij hier? Oh, hij wou me gewoon wat gezelschap houden. Maak je geen zorgen, er is niks aan de hand. We zijn gewoon vrienden. Oh, oké. Nou, ik ben blij dat je weer wat bij er bent. Dan ga ik maar beneden met Julian spelen. Ja, dat is een goed idee. Het is met mij toch veel leuker. Oh man, ik ben blij dat je er bent, Dave. Ik mis je echt heel erg. Nou, Julian, ben je klaar om naar school te gaan? Ja hoor, ik ga nu. Ik hoop dat het leuk wordt. Volgens mij hebben we een nieuwe leerling in de klas. Ja, precies. Wees wel aardig, hè? Ja, dat zal ik zeker doen, mam. Ik ga niet gemeen zijn. Tuurlijk niet. Zo, nou, laat me even kijken. Oh ja, ik heb alles hè, dan kan ik gaan. Ja, oh Julian, ik moet nog naar het toilet. Oh ja, maar ik moet ook nog. Ja, pas op. Ach, oké, nou, ik heb alles. Julian, je bent best wel laat. Oh, even kijken. Nou, we hebben alles al hoor. We zijn al bijna begonnen. Zo, nou, daar hebben we dus onze nieuwe leerlingen, hè? Kom maar. Nou, jongens, dit is onze nieuwe leerling voor onze les. Huh, maar is hij niet veel ouder dan ons? Ja, inderdaad, hij lijkt veel ouder. Ja, inderdaad, hij lijkt inderdaad veel ouder. Maar jongens, we kunnen niet zomaar zeggen dat hij niet in onze les mag zitten. Ja, precies. Ik wil ook bij jullie in de les zitten, jongens. Ik kom vandaag ook meedoen. Ik kan nog niet lezen en schrijven. Oh, oké. Nou ja, ik vind het wel een beetje raar. Maar ja.
Nou ja, als je het raar vindt, kan ik er niks aan doen. Oké, jongens, nou, accepteer de nieuwe leerling en zorg dat hij zich thuis voelt, oké? Ja, inderdaad, maar... Jongens, jongens, geen gemaar. Laten we verder gaan met de les. Hé, hey, nou jongens, vinden jullie dit niet een beetje raar? Ja, nou ja, het is wel een beetje raar, ja, maar het is niet zo erg, toch? Ja, nou ja, het is oké. Laten we gewoon verder gaan. Ja, inderdaad, laten we ze ook gewoon maar lekker buiten spelen. Zo, nou jongens, hier hebben we alvast een paar dingen die we moeten doen vandaag. Zo, even kijken, dan hebben we alles hier. Zo, ja, inderdaad, even kijken. Maar hebben we nu niet al pauze, mevrouw? Nee, we moeten nog samenwerken, jongens. Dus wij werken samen. Oké, laat me alles maar dan even opschrijven. Julian, pas op hè, niet gemeen zijn tegen de nieuwe leerling. Alsjeblieft, hij is net pas nieuw en hij is al verlegen genoeg. Ja, maar mevrouw, u gelooft hem toch niet? Nou ja, het maakt niet uit hoe oud hij is, iedereen mag meedoen. Nou ja, zeg. Oké, nou laten we even kijken. Misschien kunnen we wel met elkaar overweg. Oké, nou, even kijken. Dan gaan we verder met de opdracht, hè? Zo, even kijken. Wat moeten we nou precies doen? Zo, nou, volgens mij moeten we deze opdrachten doen, jongens. Oké, laten we die dan snel doen. Zo, even kijken. Nou, laten we verder gaan. Zo, nou, dit is de speeltuin. De speelplaats. Zo, wauw, mooi. Wat groot. Ja, hij gaat toch niet met ons buiten spelen? Oké, laten we maar gaan voetballen. Zo, even kijken. Nou, Julian, wil je ook meedoen? Ja hoor, is goed. Zo, even kijken. Dan gaan we zo door. En dan hebben we dan voetbal hier. En dan kunnen we zo voetballen. Oh, oké. Ik wil ook wel meedoen. Zo, dan gaan we zo verder. Zo, nou, dan kunnen we verder nog gaan spelen. Zo, even kijken en dan zo door. Oké, nou, laten we verder voetbal spelen dan. Zo, dan schop ik die naar jullie toe. Zo, nou, we zijn op zoek naar een crimineel. Oh, zo, jongens, pas even op. Jongens, hebben jullie toevallig deze man gezien? Zo, we zijn op zoek naar een crimineel. Als het goed is, moet hij hier in de buurt zijn. Oh, ik heb geen idee. Misschien is hij hier inderdaad. Ja, laten we eens even kijken. Het kan goed zijn dat hij zich hier verstopt heeft. Ja, inderdaad. Laten we eens even zien. Nou ja, even kijken. Kan hij dat zijn? Ja, even kijken. We zijn op zoek naar hem. Volgens mij is dat hem, toch jongens? Ja, ik denk het wel, maar dat is zo gek.
Ja, vind ik ook. Oh, wacht eens even, hij is daar. Oh ja, inderdaad. Nou ja, hij staat daar. Zo, even kijken. Hij heeft zich waarschijnlijk hier verstopt. Nou ja, zeg, ik kan niet geloven dat de kinderen. Oh, hij is het toch niet? Hè, wat doen jullie hier? Hè? Waarom, waar is hij nou? Oh, we zijn hem weer kwijtgeraakt. Ach, jongens. Hè? Nou, dat was echt heel raar. Ik kan niet geloven dat hij ons voor de gek hield. Ja, inderdaad. Nou ja, ik vond het toch ook wel raar. Hij was ook veel te oud. Ja, ik zei het toch, jongens. Ik vertrouwde hem vanaf het begin al niet.